Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil de landsdienarenregistratie structureel aanpakken door een speciale unit op te zetten. Dat zegt directeur Nasir Eskaak in gesprek met onze nieuwsdienst. Bij de laatst gehouden ambtenarenregistratie van het ministerie zijn er ruim 23.000 ambtenaren geregistreerd. De grootste uitdaging is om in kaart te brengen hoe onze overheid in elkaar zit in termen van personeel, zegt Eskaak. Er komt een landsdienarenunit waar iedereen terecht kan voor wanneer de persoon ook zeg maar, problemen ondervindt in termen van de rechtspositie van die persoon. Ja. Of nergens een gevoel heeft dat hij nergens is geregistreerd of wat dan ook, dan kan die persoon dan ook terecht bij zo'n unit. Die dan de informatie allemaal digitaal opneemt. We moeten op een gegeven moment dan afstappen van manueel, handmatig zaken bijhouden die op een gegeven moment zoek raken of nergens terug te vinden zijn. Of misschien zelfs door de tijd heen dat ze vergeeld raken, niet meer leesbaar zijn. Dus we willen een goed personeelsbestand op nahouden, zodat we op basis daarvan de toekomst van de overheid beter kunnen bepalen. En beter kunnen aangeven binnen hoeveel tijd wij kunnen gaan naar een meer efficiëntere en een meer effectievere overheid. Eskaak geeft verder aan dat het registreren van het personeel van de overheid een begin was om precies te weten hoeveel actieve ambtenaren er zijn. We waren begonnen in oktober 2020 en we zijn geëindigd in maart van dit jaar. En ik kan u aangeven dat we ruim 23.000 ambtenaren hebben geregistreerd in die 6 maanden. Dat is natuurlijk nog niet het totaal bestand van het personeel dat in dienst is bij de overheid. Maar het geeft wel een beeld van wat we hebben binnen de overheid. En dat is de opzet geweest van die landsdienarenregistratie. Om ons van actuele data te voorzien. Die data gaan we gebruiken om een personeelsinformatiesysteem hier bij BISA op te zetten. Een digitaal personeelsinformatiesysteem. En zo schots en zo scheef dat bestand mag zijn, we gaan hem precies zo bouwen. Daarom hebben we dan ook de afdeling automatisering gevraagd om een personeelsinformatiesysteem voor ons te bouwen die flexibiliteit heeft, waarbij zeg maar iemand is aangetrokken in schaal 7, 7a zeg maar, maar krijgt een beschuldiging van schaal 11, 11c, zonder dat er daarvoor een grondslag bestaat. Nasir Eskaak, directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het digitaal personeelsysteem voor het ministerie van BISA wordt eind van de maand gelanceerd, waarna de overige ministeries volgen.